Goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal. Leuk dat je deze video weer hebt aangeklikt. We gaan iets anders doen. Dat doe ik niet heel erg vaak. Maar ja, goed. Soms moet je iets nieuws hebben. Ik heb hier mijn notitieboekje. Dan maak ik even ruimte zodat ik die kan neerleggen. Even kijken waar ik ga beginnen. Ja. Het zou kunnen dat je tussendoor iets hoort keffen, piepen of blaffen. Er wordt niemand vermoord. Onze nieuwe pup zit beneden in zijn huisje. Rennetje. En die is er niet mee eens. En het is nogal een drama queen. Niks aan de hand dus. Oké. Ik heb mijn collectie geteld. En we gaan ons opmaken. Tenminste, doe leuk mee. Dat zou leuk zijn. En dan ga ik jullie vertellen hoeveel ik van alles heb. Even een disclaimer. Dit zijn geen normale hoeveelheden. Je hoeft dit niet zo te hebben. Als je het wel wil, prima, hè? You do you. Maar het hoeft niet. Dit zijn YouTubers hoeveelheden. En dan ook niet altijd, want je hebt ook YouTubers die echt minimalistisch zijn. Ik probeer een heleboel. Ik koop een heleboel, want ik heb alles zelf gekocht. Ik krijg geen PR. Daar ben ik gewoon niet groot genoeg voor nog. Nou, ik weet niet of het ooit gaat komen. En dat hoeft voor mij ook niet, want ik kies uit wat ik koop om te proberen. Ik heb het omhoog. En dan komt het goed. Maar je hoeft dit niet te hebben. En ja, ik ben me ervan bewust dat het veel is. Primer. Ja, primer heb ik uitgekozen van Revolution. Deze. En dit is een hele dunne met zo'n soort. Ja, een soort balm is het. Het blurt een beetje. Ik hoor hem. Ik weet niet of jullie het ook kunnen horen, maar ik hoor hem. Het komt omdat hij was stil hoor. Maar hij heeft mij gehoord. En dan, nu weet hij dat hij niet alleen thuis is. En dan wil de drama wilde uit. Goed, dit was de primer. Van primers heb ik verschillende. Hydraterende, blurende, maakt niet allemaal uit. En daar heb ik er in totaal 39 van. Waarvan dit er dus één is. Dan gaan we naar de concealer. Ik heb nog steeds die van Maybelline. Want die ben ik aan het opmaken. Ja, het lijkt echt of die gewoon vermoord wordt hoor. En dat is echt niet zo. Maar hij kan zo dramatisch doen. Niet te doen. Maar hij is heel lief. Zo. De concealer en de correctors. Ik heb ook een corrector hier liggen, maar die heb ik dan nu niet gebruikt. Ik weet niet, soms wel, soms niet. Concealers en correctors heb ik samen geteld en daarvan heb ik er 38. Dat was niet zo dramatisch bedoeld. Sorry. En dan foundations. Ik heb uitgekozen om vandaag deze te gebruiken. Dat is de L'Oreal
Ja, Nude Serum True Match, weet ik veel hoe dat heet. De L'Oreal Perfect Matte Nude. Getinted serum. Ik heb de kleur 0,5 tot 2. Zeer hel. Zeer licht zal dat wel zijn. Je moet hem schudden, zie ik nu ook voor het eerst staan. Het is niet mijn favoriet, moet ik zeggen. Ik weet dat hij heel erg gehyped wordt. Maar het is niet mijn... Ik heb hier een grijze haar en dat is dan zo plufferig, weet je wel. Beetje kroeserig. Heel vervelend. Zo. Het is altijd heel dun. Zo. Dit soort dingen doe ik nooit met een spons. Want ja, die sabbelt alles op en er is al niet zo heel veel dekking. Maar goed, ik ga zo meteen alleen maar even naar de huisarts. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik daar denk ik wel even bezig ben. Want ze gaan een paar bultjes op mijn rug weg snijden. Niet dat het erg is hoor. Dat zijn... Ja, ik heb ooit moedervlekken laten weghalen op mijn rug. En eentje aan de achterkant van mijn schouder. En dat... Het zijn natuurlijk littekens geworden. Maar er zijn een soort bulten opgegroeid. Ik weet niet wat het precies is. Heel even met de spons over mijn neus heen. Klein beetje concealer bij. Want die neus, die vindt het niet zo leuk. Ja. Oké. Foundations en skin tints had ik samen geteld. En daar heb ik er dan 43 van. Als je het zo hoort, dan zijn het heftige hoeveelheden. Dat vind ik tenminste. Even kijken. Ik heb voor poederdingen gekozen, dus we gaan afpoederen. Ik heb gekozen vandaag voor de Chanel. Ik heb geprobeerd om overal maar één product van te nemen. Ja, wat moet ik ervan zeggen, weet je. Ik gebruik hem te weinig. Ik heb de neiging als ik dan iets gekocht heb wat ik heel fijn vind, om het niet te gebruiken. Omdat ik dan bang ben dat het opgaat. Het slaat helemaal nergens op.
Ja. Oh, ja. Ik moet even... Van de poeders heb ik... Zo, wow. 15 losse poeders. En 33 vaste poeders. Dus dat waren er in totaal 48. Voor de wenkies ga ik de L'Oreal Age Perfect potlood... proberen weer. Ik zal hem heel even slijpen. Ik was vergeten hoe goed deze is, zeg. Dit is echt. Voor mij echt een goede kleur. Die blijft voorlopig heel even in mijn everyday bakje. Wenkies. Moet ik even zoeken, want dat is niet de volgorde waarop ik het verteld heb. Wenkies had ik ervan. En dat zijn potloden, jelletjes, pomades, van alles. Daar had ik er 30 van. Ja. Dan gaan we eerst de bronzers doen. Misschien had ik het ook moeten schrijven of moeten tellen in de volgorde dat ik mijn make-up doe. Ja, ik heb de Glowish bronzer. En ik weet, er zijn discussies. Ik vind het een poeder. Ik weet niet, ik vind het een poeder. Maar... Ja, er zijn ook mensen die zeggen, nee, het is een cream. Ja, dat weet ik niet. In ieder geval van poeders had ik er 36. En van de creams had ik er 23. Zo. Wat ik hier fijn aan vind, is dat het niet zo heel gepigmenteerd is. Maar het geeft een mooie... Ik vind het een mooie kleur. Dan de blushes. Nou, dat is nog niet het ergste. Wat ik uitgezocht heb, is de Sephora blush. En dit is een matte. Dat zie je dan aan de deksel. En dit is een colorful blush. Oh, dit is wel een shimmer. Oh, no. Intense color release from the first stroke. Buildable application for a natural flush. Dit is de kleur 23 Passionate. En van poederblushes had ik er 78. Hij ziet er zo uit. Het ziet er heel heftig uit, maar dat valt wel mee. Hij is niet poederig.
En dan geeft ze een mooi natuurlijk effect. Oké, even mijn dingetje erbij. Ik had dus 78 poederblushes en 68 cream blushes. Ja. Voor highlighter heb ik de Essence Glow Make Me Glow Highlighter. En voor highlighters had ik 23 poeder highlighters en 27 cream highlighters. Nou, de bronzers hebben we gehad. Ja, oogpotloden en eyeliners. Wat ik doe niet met oogpotlood eigenlijk. Als ik het al doe, hè? En nu zit het overal. Fijn, dit. In mijn waterlijn. Zo. Daarvan had ik er 24. En dat zijn dan allerlei kleuren. Nee, dat is voornamelijk bruin. Zo'n huidskleurig voor in de onderkant. Die heb ik hier ook. Het is zo'n huidskleurige, die doe je dan hier. En ik heb rode en groene en van alles. Dan gaan we de oogschaduw doen. Ik heb hier wat paletten liggen en zo, maar ik wilde eigenlijk deze stick van Soeva gebruiken. Dit is de Eye Swipe Longwear 2-in-1 Shadow Liner in Oyster Pearl. Ik moet even zo doen. Ik kleur het hele bewegende ooglid in. De crease en iets daarboven, want ik moet het natuurlijk uit kunnen blenden. Zo, dat ziet er heel gek uit. Hè? Dan neem ik mijn palet. Deze is toevallig van Elf. Neem ik een fluffy kwastje. En de lichtste kleur. En daarmee ga ik even... de rand blenden. Kijk. It's simple. Zal ik een lijntje nog even maken? Dat doe ik met de donkerste kleur en zo'n plat kwastje. Nee, dat werkt niet. Dan pakken we even een eyeliner kwastje voor.
Het is een heel subtiel even verandering van kleur. Oogschaduws. Ik had 7 singles. Ik heb 68 paletten. En 47 creams en liquids. Dat zijn dan dit soort dingen, maar ook dit soort dingen. En dan heb ik nog even terugbladeren. De sprays. Ik heb 22 sprays. En wat ik dan niet heb geteld, en wat ik eigenlijk nog een keer zou moeten doen dan, is van welk merk ik het meeste heb. Ik hou van veel spray. En ik denk als ik zo... Ik schat in... dat het meeste is van Catrice is. Of van Revolution. Ik denk Catrice. Zo. Het poedereffect is nu weg. Dus nu blijft dit over. De wenkies. Nee, de wenkies hebben we al gedaan. De mascara. Mascara heb ik niet geteld, moet ik zeggen. Want ik heb er een paar open in mijn everyday tasje. En verder heb ik er 1 of 2 op voorraad. Maar ja, dat was de moeite niet om het te tellen. Ik gebruik de Lash Without Limits van Essence. En dit is de zwarte variant. En ik vind deze echt heel fijn. En ook de onderkant. Tegenwoordig doe ik wel mascara gewoon aan de onderkant. Hè? Dat heb ik altijd gedaan. Maar geen oogschaduw meer. Ik weet niet, ik ben een beetje... Zo. En dan de lippen. Ik heb een potlood van Soeva. Staat op. Dit is lip liner in de kleur Barbara. En dan heb ik de Full Satin Nude van Catrice in de kleur 020. Dat is deze. En om het af te maken. Ja, momentje.
Doe ik de Dior Maximizer op en dit is de kleur beige. Dan hebben we alles gehad. Zo. Dit is perfect. Niets meer aan doen. Lippies. Even mijn bril erbij hoor. Ik heb 49 lippotloden, 47 liquid lipsticks, 81 glosses, balms, olies. Nou, van olies heb ik er maar één, maar dat soort dingen. En ik heb 159 bullet lipsticks. Ja. Dus ik had 39 primers, 38 concealers en correctors, 43 foundations en skin tints, 43 poeders, 22 sprays, 146 blushes, cream en poeders. Ik heb 50 highlighters, cream en poeders. Ik heb 59 bronzers, bronzer en contour, dat zijn ook cream en poeders. 139 oogproducten, dat zijn met potloden, creams, poeders, van alles. 30 wenkbrauwproducten. En qua lipstick, glosses, balms, liquids, potloden, bullets, alles. Dat zijn er 336. Dus in totaal heb ik 945 producten. Dat is te veel. Van de zomer ga ik die klutteren. Dus dan gaan we kijken. Dan ga ik echt een shift maken in wat wel en wat niet. En die Maximizer doet wel wat. Want ik voel het branden. Maar het is niet te vervelend. Het is ook niet overdreven pijnlijk. Maar voor het tripje naar de huisarts zie ik er prima uit. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je weer gekeken hebt. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal. Daar help je me mee. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei!